En ik ben wel een beetje vrolijk voor eigenlijk wat Engels. Ja, het klinkt nou net alsof iets heel erg aan de hand is, maar het is niet zo. Want mijn beugel is eruit. Ja, eruit. Uit, hoe noem je dat eigenlijk? Uit? Het draad achter je tanden zit weer eens los voor de verandering. Alweer tenminste. We weten niet of ze je gaan helpen, want dan konden ze niet bellen, hè? Nee, dus we gaan heel even kijken binnen of ze ons kunnen helpen. Wachten dus. Kijk. Ze hebben pauze. Nu ik hier toch zit te wachten, geef ik jullie heel even de tijd, maar heel even, om die duimpjes omhoog te doen. En dat mogen er vandaag 60 zijn. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dus ik geef jullie 5 seconden de tijd om die blauwe duimpjes omhoog te doen. En we gaan voor de 60. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Hebben jullie het gedaan? Kijk dan lekker verder. Waarom moet je me altijd dit soort momenten filmen? Ik ben vroeger of ik ben niet. Oké. De ding zit erin. Lekker stond er gelijk. En hoe heet het? Het is een veel dikker bolletje dan de rest. Dus het voelt nog een beetje raar. Want jij hebt toch ook van die... Dikke bobbeltjes. Ja. Bobbeltjes. En nu gaan we dus even naar de winkels. Het is heel raar hè, dat ik dikke bobbeltjes heb. Ik weet het maar. Nu gaan we even naar de winkels om te kijken voor een bikini voor mij. Want ja, mijn bikinis zijn allemaal dood. En we gaan zondag zwemmen. Dus ja, dan moet je een bikini hebben. We zijn inmiddels aangekomen en we gaan dus even op zoek. Want ik weet eigenlijk niet waar we nu weer op iets heen willen. Eerst naar de Bifree. Bifree. Om te kijken voor een nieuwe bikini voor mij. Want ze zijn echt allemaal dood. Even denken, dan moeten we... Ja, jij stuurt me maar, ik loop een kant tegen naar IJsje aan. Maar we gaan nu even op zoek naar de Bifree, want ik weet niet waar die zit. We zijn dus aangekomen en deze ga ik sowieso passen. Deze vind ik zelf het leukst tot nu toe. En we gaan even kijken, want je weet nooit of je nog een andere leuke vindt. Al zeg ik het zelf tenminste, maar ze hebben in ieder geval echt super veel. Dus er is genoeg om te kiezen, maar deze ga ik sowieso even... Ik sta in de pashoek en ik ga nu even passen en dan zie ik jullie zo. Helaas, ze hadden niks dus. Want het ene of was te groot, of het zat gewoon niet lekker. Dus ja, dan. Ik ben zo iemand, als het niet lekker zit, dan trek ik het niet aan. Want dan krijg ik gewoon pijn en lasten van. Maar we gaan nu even kijken bij de... Hunkemuller. Dus. Op naar de Hunkemuller. We hebben er één gevonden, eindelijk. Deze. En nou, eigenlijk na 100.000 bikinis was hè, mama, het was een drama. Zeikert is het. Maar deze wordt er dus. Een zeikert. Ik vind hem erg leuk. Ik ben een bikini zeikert. We gaan even afnekenen en dan gaan we naar huis. Zeikert. We zijn even bij de kippen, want we hebben ze altijd super, super, super lekker eten. Ja, eten. Vlees. Maar kippenpan. Hoe heet het? Ja, mama, neem een kippenpan. Die zijn lekker. Maar lekker. Altijd als ik hier ben. Krijg ik super, super veel honger. Ja. Nou ja, dat is lekker. Als je een keer bij de kippen bent, moet je deze nemen. Nee. Dat is zo, zo mega lekker. Mama. Wat zijn dat dan? Kippenlee. Niet net te zien. Hoe heet het? We gaan even naar huis, stikken moe. Of gaan we naar huis? Ik wil er even binnen. Jawel. Dus, we zijn even een tussenstop gedaan. Nee, we hebben even een tussenstop gedaan. Want ik moet nog een wiskundesist hebben, want die is helemaal vol. Ja. Daar is lekker handig. Dus die gaan we nu even halen. En ik denk gewoon deze. En dit wiskundeschriften dan? Ja, die alleen aan die wiskunde. Maar ze liggen boven toch? Dat zijn toch vakken? Dit zijn wiskundeschriften. Ja, maar ik kan beter een dikke nemen. Oh, er zijn geen dikke. Hier. Mag niet. Nee. Oh. Is dit 1x1? Ja. Dat is 10x10 ook goed. Ze zijn 10x10. Ja, dat is 1x1. Oh. Lekker slim weer, Nick. Maar die gaan we dus nu even afrekenen. En moeten we nog iets anders hebben eigenlijk? Nee. Nou, dus. Dat was het. Even afrekenen. Yes.
Ik vind het echt ook eng. Ik weet niet waarom. Er is nooit iets gebeurd. Nee, ik vind het gewoon eng. Dan gaan we verder. Hebben jullie nou eigenlijk ook wel eens zo'n reis? Of ben ik eigenlijk zeg maar degene die niet op een roltrap durft staan? Of net zoals mijn moeder bang is voor spinnen. Waar ben je? Hier. Dat vind ik ook raar, dat je bang bent voor spinnen. Ben ik niet? Nee, echt niet. Papa, waar ben jij bang voor? Naalden! Naalden, ja. Ik ben ook bang voor naalden. Heel veel mannen zijn bang voor naalden, ze zijn allemaal mietjes. Oh, dan ben ik ook een man. Ik ben ook bang voor naalden en voor bloed en voor honden, dus... Ja, ik heb nog wel een leuk verhaal daarover trouwens. Over mij? Ja. Oh nee, hè. Je was toen een jaar of zeven of zo was je. Dat vind ik best wel lekker. Je was een jaar of zeven of zo. Ja. En toen hebben we je helemaal in de houtgreep moeten nemen omdat je moest bloed prikken. Brak je het hele ziekenhuis af. Oh nou, dan laat ik je zo zeggen dat ik dat niet meer zou doen. Als ik bloed zou moeten prikken. Elke keer als ik iets heb, dan heb ik gelijk zoiets, moet ik bloed prikken. Ik vind dat... Ik zat heel hele te zwaaien hoor, maar geen idee. Nee. Wat. En dit zijn dus die kippelingen. Mama stikt gelijk. Dat is een beetje pittig. En we hebben hier wings. Chinese sauswings, toch? Ja, weet. Chicken wings. En dus die zijn zo lekker. En die spiesjes daar die zijn ook heel lekker. En de gehaktballen zijn ook heel lekker. Eigenlijk bijna alles is er heel lekker. Behalve de salades, want ik hou niet van salade. Maar ik ga ze even eten en ze zijn zo lekker. Maar wel warm en pittig. I'm a shiny star. Echt die belichting hier. Kijk dit. Mama's. En de lamp. Love, shine a light. Maverick. En Joep die denkt, ja het zal wel. Laat mij maar lekker slapen. En maar weet je wat het is? We hebben nog geen studiolampen. Het is in onze... Dus weet je, als je studiolampen sponsoren... Postadres staat beneden in de... In de dinges. Kijk. In, hoe heet dat? Beschrijving. In de beschrijving. En, voor een studiolamp. Joep denk. Of fanmail kan je daar ook heen sturen, maar studiolamp zou leuk zijn. Joep denk, help mij. Hier weg. Dum, dum, dum. Maar hoe heet het? Het is inmiddels laat, vandaar hebben we dus ook die lampen. En ja, buiten is gewoon donker. Dat helpt ook echt. Oh. Maar ik ga eens lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En hebben jullie de blauwe duimpjes omhoog gedaan? Dan doe je het nu. Doe nog even een blauwe duimpje. Mogen het niet abonneren. Doei!